Even douchen nog. En Lady zit op tafel. Oh, dat rijmt. We zijn bijna bij het einde. Stijl klunen door een donker bos. Goedemorgen. Ik had jullie gisteren achtergelaten in Gammelstad. En dan zouden we naar de souvenirwinkel gaan. Daar heb ik deze mooie oorbelletjes gekocht. Sneeuwvlokjes. En daarna hebben we eigenlijk vooral kilometers gemaakt. Wow, niet eens zo erg opgeschoten hoor. Want het was zo slecht weer om te rijden, zeg. Maar goed, toen zijn we op dit geweldige plekje uitgekomen. Ratan. Het is een haventje. En er zijn 6 camperplekken. En alles is echt perfect verzorgd. Je kan een bootje huren en dan kan je naar de overkant varen. Het schijnt ook de moeite waard te zijn. Maar ja, helaas is het weerbericht vandaag ook weer slecht. Roel heeft net nog eventjes snel gevlogen voordat het te hard ging waaien en gaat regenen. Dus we gaan nu even ontbijten en waarschijnlijk maar weer verder rijden. Ja. Even douchen nog. Want het zijn dus ook al mooie voorzieningen. En dan we gaan we richting de outlet van Fjolraven. Ja. En s'avonds zit je daar dus gewoon flink in het licht door die schijnwerper. Het zag er gisteravond heel gezellig uit. Dit is het servicehuisje. Keuken. Je kan fietsen huren, boten huren hier. Informatie over het eilandje en de streek. Dat blijkt dus een heel historisch verhaal te zijn. Echt heel schattig en met zoveel liefde onderhouden allemaal. Hier zijn nog de douches en de wasmachine. Dat is allemaal vrij te gebruiken voor gasten. Toilet. Ja. Natuurlijk even wat in het gastenboek zetten. Goedemorgen, het is zondagochtend en we staan bij Hoge Koesten op een camperplaats bij Doksta. En het is lekker weer. Het is heus niet zo warm, maar de zon schijnt en het is droog, dus ik vind het al lang best. En we hebben vandaag een rustdag. We blijven een dagje extra hier. Het is een prettige camperplaats, alles is aanwezig, het is heel rustig hier. En er is een stoeltjeslift vlakbij, dus we gaan. We staan naast een berg. Die zal ik straks even laten zien. En dan kan je met de stoeltjeslift omhoog. Je kan ook wandelen. En Roel en ik gaan met de stoeltjeslift omhoog, nemen we Lady mee, gaan we boven eens even kijken. En dan gaan we later op de dag met de andere twee hondjes eventjes wandelen. En Lady? Ja. Yeah. En verder lekker chillen. Zit ze erin, Roel? Ja, ze zit erin hoor. Heel veilig. Ah, schatje toch? Dat lady. Spannend, hè? Gaat heel langzaam. Oh jee. Ja, dan moet iemand instappen, denk ik. En dan stopt hij een beetje misschien. Ah. Hoe is dat, lady? Dat is mooi. Zie je, dan gaat hij, hè? Knap hoor. En we zijn boven aangekomen. Knappe lady. Knap hoor. Aan de top. Aan de koffie. En ze hadden koffie met havermelk en vegan brownie. En Roel wacht op zijn wafel. En Lady zit op tafel. Oh, dat rijmt. Hé, lieverd. Lady. Ah.
Ja. Als je aan de hondje, braverd. Blijf maar. De berg is ook een kleine wandeling. Blijkbaar komen we weer bij een uitzichtpunt. Ik heb geen idee of we de Kalotstiegen of de Öbergstiegen aan het lopen zijn. We zijn in ieder geval de Topstiegen. Oh, daar hebben we koffie gedronken, bij de Topstiegen. Kijk eens, joh, geweldig. Huh? Mooi, hè? Zo. Kijk uit, lady. Dat is de E4. Ja. Loopt daar. Ja hoor, dan zitten we weer op de terugweg. Ja. Kijk eens, geweldig. Ja, lady? Lady weet het nog niet. Leuk hè? Nog. Kijk dan. Daar is de zee. Dus dat kerkje daar. Ja. Nou, kan je zien waar we gelopen. Ja, zowel jij als ik hebben hier dat hele rondje zo gelopen. Ja. De Oostzee, de Botnische Golf. Dat is het meertje waar we aanstaan met de camper. We zijn bijna bij het einde. Nog wel uitstappen. Heel mooi. Daar gaat hij. Vanmorgen met stoeltjeslift, maar met Sansa gaan we natuurlijk nog eventjes met de benenwagen kijken. Oh, het begint meteen al ruig. Ik denk dat we de blauwe punten moeten volgen. Hier, blauwe punten. Het eerste stukje is vrij steil. Dan heb je ook wat trappen. Dit valt dan wel weer mee. Zo die kant op. Soms ruikt iets. Wat ruik je dan? Eekhoorntjes? Ja, dit is het pad. Heftig. We volgen de blauwe stippen. En dit is het pad. Wauw. Volg de blauwe stippen. Dat is hier omhoog. Het is weer flink klimmen. Maar waanzinnig mooi. Ja. Mooi, Sansa. Oh, wat ben je braaf, Sansa.
Dit is zo ongeveer het hoogste dat wij nu gaan komen in deze wandeling. Je kunt naar de top wandelen. Maar dat hebben we vanmorgen met de stoeltjeslift al gedaan. En we lopen nog een stukje over deze top. En dan pakken we straks een paadje weer naar beneden. Want het is ook al 4:15. En we moeten nog een eindje. Het laatste stuk is nogal steil klunen door een donker bos. En ineens krijgen we een houten paadje. En zo te zien een heel makkelijk graspaadje. Ja. Zijn we er bijna. Daar is de stoeltjeslift weer. En daar gaat het paadje ineens heel makkelijk naar beneden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.